zal even kijken hoor, wanneer de dokter bij u langs kan komen. Op het ogenblik is het heel erg druk. Ja. Aspirine. En wat zijn precies de klachten? Ja, ik laat het u wel weten wanneer die komt. Goedemiddag. En waar ben ik dan? Goedemiddag, mijn naam is Van Duin en ik heb een afspraak met de dokter. Ik zal het even nakijken. Graag. Ja, hier staat het hoor. Oh, mooi. Het is een beetje uitgelopen met de vorige patiënt. Ja. Maar als u even gaat zitten, bent u na de heren aan de beurt. Oh, na deze heer? Ja. Zal ik maar zeggen, na Linda, Roos en Jessica. Hallo, meneer de Bruin. Ik had een afspraak met dokter Van Hasselt. Ja, dat weet ik hoor. Hoe gaat het met u de laatste tijd? Oh, veel beter. Mooi. Gaat u maar zitten. Ja. Pardon. Gezondheid. Ja, dokter. Ik stuur de volgende. U kunt naar binnen gaan. Komen die drie hier wel meer? Nou, de laatste tijd komen ze hier regelmatig, ja. Kan de dokter wel iets voor ze doen? Nou, hij heeft ervoor gezorgd dat ze te gast zijn in het programma van Linda de Mol. Oh, dat ken ik. Van de jeukste thuis. Ja, dokter, ik stuur de volgende. De dokter kan u ontvangen. Dank u. Goedemiddag. Maar is op kantje. Ja, dokter Van Hasselt is de naam. Dokter Van Hasselt, ja. Hoe maakt u het? Uitstekend. Vertelt u eens, wat zijn de problemen? Nou, ik heb een beetje problemen. Dat komt namelijk zo. Ik heb last van jeuk op mijn bovenarm. Oh. Jeuk. Ja, zullen we eens even bekijken. Ja. Kunt u even uw mouw oprollen? Natuurlijk. Ja, graag. Het heeft misschien met de uiterste houdbaarheiddatum te maken. Ja, wie weet waar. Nou, dat ziet er behoorlijk geïrriteerd uit. Geïrriteerd? Ja, we moeten maar even een allergietestje doen, hè? Oh, ja. Ja. Nou, allergietest. Hoe gaat dat precies in zijn werk, zo'n allergietest? Nou, ik zuig hier wat stoffen in, waar u eventueel allergisch voor zou kunnen zijn. Ja, maar... hè? En dan spuit ik die in onder uw huid en dan kijk ik hoe u daarop reageert. Nou, ik hou daar niet zo van naalden. Ik vind het niet prettig, naalden in de... Dat vind ik niet lekker. Oh, het doet helemaal geen pijn. Nee, bij u niet, maar ik ben natuurlijk geen speldenkus. Nou, u hoeft daar helemaal niet bang voor te zijn. Ik doe dit werk al jaren. Ik wil het niet hebben. Ik vind het niet prettig. Nou, zoals u wilt. Moet u het zelf maar weten. Ik vind het eng.
Ik ga niet van naalden. Is er geen andere manier om een allergietest te doen? Jawel, er is wel een andere methode, maar oh, daar pas ik niet toe. Dan moet u bij dokter Kramer aan het eind van de gang zijn. Die heeft een alternatieve methode, als u dat liever wilt. Oh. Ja, ik weet niet precies hoe dat in zijn werk gaat, maar ik weet wel dat er geen naalden aan te pas komen. Het gaat zonder naalden. Zonder naalden. That's my man. Mag ik u vriendelijk bedanken? Goedemiddag. Goedemiddag. Gezondheid. Nee, dat was ik. Ah, vrouw Jansen. Ja, eindelijk heb ik u dan in aan die telefoon, hè? Ja, ik heb slecht nieuws en heel slecht nieuws voor u. Ja, het slechte nieuws is, u hebt nog maar 24 uur te leven. Wat dan het hele slechte nieuws is? Ach ja, ik heb gisteren de gehele dag geprobeerd u te bellen. Hallo? Hallo? Dokter Kramer, dit is meneer Van Duin, een nieuwe patiënt. Ah, haha. Goedemiddag, dank u wel. Voor nou. Voor nou. Montiac? Hallo. Ja, ik word gestuurd door dokter Van Hasselt hiernaast. En, want ik kom voor een allergietest, maar die wou met naalden aan de gang. Ik zei, nou, daar hou ik niet zo van. U ook niet? Nee, ik ook niet. Dus ik zeg, nou, ik zeg, is er geen alternatieve methode? Hij zei, nou, hiernaast zit dokter Kramer, was hij nou? Ja. En voorheen Kouwenhoven. En die doet het op een andere manier. Ja, geen naalden, nee, naalden, dat is zo barbaas. Ja. Ik wil toch graag weten wat het is, de allergie natuurlijk. Zeg maar, wat zijn die klachten? Nou, ik heb een enorme jeuk op mijn onderarm. Aha. Dan kratst het nogal. Ach zo? Ja. Nou, rolt u die mouw maar op en doet u die jas uit, dan zal ik even een paar testjes met u kunnen doen. Hè? Een paar testjes, ja. Graag, maar dat is natuurlijk een heel vervelend gezicht, ook voor andere mensen, als je zo... Gaat u zitten? Dan zal ik beginnen met het luisteren naar uw hartslag. Hartslag? Moet ik het u nog zeggen? Thuis oefenen? Thuis oefenen? Zij zit bij die harmonie. Ah, dat gaat toch. Ja, en dan doen wij nu maar een bloedtest, ne? Bloedtest? Ja, wat voor kleur heeft bloed? Rood. Dat was de bloedtest, ja. En dan nu die allergietest, of die allergietest, die Schwester... Hallo, krullenbol. Die allergie en die reactie was zeer goed. Nou, dan gaan we nu beginnen met die allergietest. Ja, nemen Sie mal hier Platz. Ja. Allergie, moet ik de mouw op? Ja, rol die mouwen mal op, ne? Dan kunnen we maar kijken. Ah, ja, kijken we even. Ach ja, ja. Zie je wel, kijk, hier kratst het. Ja, kijk, irritatie kan er zoveel dingen komen. Kan van alles wezen, natuurlijk. Ja, wij beginnen maar met het kijken of het misschien voedsel is, ne? Of ik allergisch ben voor voedsel, ja, ik dacht misschien niet. Zijn het wel aardbeien, ne? Nou, wat doet u? Kijken we of het aardbeien zijn, ne? Nee, geen aardbeien, dan misschien tomaten. Maar dokter, dat is niet zo. Dat heeft, ik vind dit oh, niet nein, zo. Oh nee, ook geen tomaten. Vielleicht sind het eieren. Eieren, maar ik. Ik ben dat niet. Nee, het zijn ook geen eieren. Ja, het kan het dan zijn. Ik heb geen idee. Heb u niet... reageert niet op voedsel, hè? Nee. Ja. Wilt u een handdoek of ligt u het zelf schoon? Nee, ik wil graag een handdoek. Zo, u reageert niet op aardbeien, niet op tomaten en niet op eieren. Wat kan het dan zijn? Ah, veel mensen zijn zeer allergisch voor vis. Voor vis? Ja. Ik heb hier bijvoorbeeld een heerlijke haring. Zo. Kijken, dat is het ook niet. Ik vind het niet zo prettig. Misschien dan wel een lekkere makreel. Dat hoeft er niet aan. Dat is onsmakelijk. Ik vind het niet. Wat het ook kan zijn. Inktvis. Inktvis? Ja, inktvis. Salama. Inktvis. Ik word daar zo moedeloos van allemaal. Heb je nog moedeloos? Een... Moedeloos. Schwester! Ja, gaat het weer? Ik heb wat het ook kan zijn. Wat kan het nog meer zijn? Huidstof. Nou, ik. Is dit ook niet? Dokter, ik. Wij controleren
wol. Wol? Ik heb helemaal geen problemen met wol. Ik heb thuis een jumpertje en dat gaat gewoon, dat kriep op. Veren! Veren? Veren vindt het gelijk. Veren? Laat haar maar zien of het veren is. Oh, nee, geen veren. Nee. Weet u, veel mensen zijn allergisch voor... Hooi! Hooi? Hooi, kijk maar. Dokter. Of het misschien... Nee, ik geloof niet... Een hooi. Dokter, dat is... Hooi. Nee. Of... Kolenkruis. Kolenkruis, maar ik zou niet weten, maar hoe is dat? Dokter. Dokter, raad eens wie er hier voor u is. Ach ja, ze komen altijd bij me terug. Dus we gaan voor de allergietest? Ja, maar dokter, ik ben bang voor naalden. Ik kan niet tegen die naalden. Oh, maar ik kan u toch ook verdoven? Maar dat gaat toch ook met injectienaalden? Hier niet. Nee. Zuster, verdoving. Verdoving.